Dit is Julius. Hoi. Julius doet dit jaar eindexamen. Toch? Mm-hmm. Heb je al nagedacht over een studie in het buitenland, Julius? Mwah. De wereld ligt straks aan je voeten. Ja, maar hoe? Hoe? Nou kijk, ik kom net uit Oostenrijk. Mijn tip. Voor onafhankelijke informatie, kijk op deelweg.nl. Deelweg.nl. Alles over studeren in het buitenland? Ja, informatie over complete bachelor en ook master. Hey, niet alleen je bachelor of master, ook het mbo. Nou, die studie in Nederland kun je ook gewoon naar het buitenland. Oh, echt? Ik heb stage gelopen in Valencia. Kijk, hier kwamen mijn vrienden langs. Nice, maar had je geen heimwee? Hey, bang voor heimwee. Blijf dan lekker in Europa, dan kunnen ze langskomen. En waar ben jij nog meer geweest? Je suis allé en Italie. Italie? En dan spreek je Frans? Ja, tijdens mijn uitwisseling leerde ik veel internationale studenten kennen. Dus spreekte ik gelijk wat Frans mee. Dat is een goeie voor je cv, Julius. Een extra taal. Ja, ik weet het niet. Hey, het buitenland is ook goed voor je zelfvertrouwen. Zeker weten. In het buitenland leer je niet alleen van je stage. Of studie. In het buitenland leer je pas echt nieuwe kanten van jezelf kennen. Precies. Hoe maak ik een plan? Gebruik de checklist. Op wilweg.nl. Of de voorbeeldbegroting. Dan weet je wat je nodig hebt. Check de zoekmachine voor een beurs. Maar hoe zit het met woonruimtes, een visum, verzekeringen, vaccinaties en zo? Ook op wilweg.nl. En kijk gelijk of je je studie mee kan nemen. En een vergoeding voor je OV. Want die gebruik je in het buitenland toch niet. Dat klopt. Of nodig een ambassadeur van Wilweg uit, bij jou op school. Dan komen we het je uitgebreid vertellen. Echt? Ja, maar kijk eerst op wilweg.nl. Kijk, student stories. Oh ja, wauw. Ik heb ook een vraag.